Nee, het komt er zo wel vanaf van die kleine ruimtes. Ja, precies. Ja. Nou, moet je wel. Ik ben maar zo lastig in de stoel, weet je. Draai maar even maar. Maar zo. Ja. Moet je vallen voor je in de stoel, zie je gelijk goed. Ja, wel elite. Ja, en dat is mooi, hè. Dat hoeft niet te gebeuren, maar wat zo mooi is, terwijl ik dat doe, is een profetische daad en Hans zegt elite. En ik ben een nederige vrouw. En ook wel een nuchter, maar God zegt, ik heb je een plaats gegeven in mijn troon. Ik heb een plaats, mede zal je ook in mijn troon zitten. En je mag ook op de knie van de Vader zitten en hij hukt je. Maar je hebt ook je eigen troon en je hebt een plaats gekregen in de hemel. Die heel belangrijk is. We gaan ons verbazen wat God ons geeft in de hemel. We gaan verbazen wie God verhoogt en wie niet. We gaan verbaasd worden wat God over iemand gaat zeggen. En wie groot zijn in zijn ogen. Halleluja. Die handen lekker naar God, zus. Ja, pak haar handen. Pak haar handen. Vader, dank u voor deze vrouw. Ik dank u. En God zegt, je bent trouw tot een eeuwigheid. Dat is je naam. En je houdt ook wel van no-nonsens. Je bent trouw en God houdt van je hart van trouw. En dit is een dag dat je nooit meer gaat vergeten. Want vanaf deze dag ga je dingen ervaren van de Vader die je waarschijnlijk nog niet altijd even zo sterk ervaren. Dingen ervaren dat de Vader zo van je houdt en dat hij een welbehagen in jou heeft. Een welbehagen. Want God houdt van jou. Amen, amen. Hij houdt van jou. En hij vindt jou geweldig. En dat heb je misschien nooit helemaal gehoord of begrepen. Maar je bent zo'n dochter die waar je van houdt. En je bent altijd ook wel strijdlustig geweest. En er komt een nieuwe strijdlust, zegt God. Ik ga je nog een derde ronde geven. En je gaat echt nog wat dingen zien en meemaken als nooit tevoren. En bid voor de schapen, bid voor mijn lammeren, bid voor mijn volk, bid voor mijn huis. Want ik heb je dat gegeven, die gebedslessen, die intercessen die je bent. Om te blijven. Jij gaat ook nooit opgeven, hè? Want jij zegt, Heer, uw woord zegt en bam. Nee, Heer, uw woord zegt en blijf bidden, blijf proclameren voor de kinderen van het huis en voor wat voor huis dan ook, die God op je hart legt. Bid ook voor de martelaren in Israël. Bid ook voor de martelaren waar dan ook, in de oorlog. Blijf bidden, want ik heb je dat gegeven, zegt God. En God, die zegt, ik ga je echt nog meer zegenen. Hij beloont je daarvoor, hier en in de hemel. Ja, halleluja. Glorie. Ja, ik zie je weer in de hemel zitten. En je zit een stukje bij de Vader vandaan, op een troon. En je hebt helemaal niet door dat je op een gouden troon zit, maar dat maakt ook niet uit. God weet wat hij doet. En ik zie dat je witte oordoppen in hebt. En ze veranderen in gouden oordoppen. En die witte oordoppen waren niet slecht. Maar die gouden oordoppen zijn beter. Want je gaat nog meer de stem van de Heer verstaan. Nog meer zou je... Want je hebt dat authentieke, dat onversneden, dat onvervalste. Je bent echt authentiek. Radicaal ook. Maar die witte oordoppen, die zijn goed geweest. Daar heb je de stem van de Heer leren staan. Verstaan uit het woord van God. En die blijven wel, maar hij verandert ook in goud. Dus je gaat nog meer de stem van de Vader. Nog meer ga je horen wat God zegt en wat je moet doen en niet moet doen. En wat je aan anderen wil uitdelen. We bidden voor de Heilige Geest. Amen. Vader, vul hem met de Heilige Geest. Vul hem. Meer. Vader, baptize hem met de Holy Ghost. Holy Ghost, vul hem. Vul hem. Heer, en haar oren gaan nog meer open. Haar geestelijke oren, haar geestelijke ogen gaan nog meer open. En nog meer door de liefde van de Vader. En vuur, kom over haar. Vuur. En ik zie ook dat God hier nog lossnijdt van een paar dingen. Ik zie dat vuur van de Heilige Geest over je komt. En ik zie twee dingen waar je aan vast zit, die worden gewoon doorgesneden door de liefde van Jezus. Het heeft te maken met, denk ook, het nest waar je uitkomt, zeg maar. Maar God zegt, ik snijd het nu weg. En de Vader zegt, ik heb je liefde, mijn enige liefde, mijn trouwe dienstknecht, zoals acht ik was, openbaring getrouwd was, zo ben je getrouwd. Halleluja. Als iemand anders wat heeft, vul het aan. Ja, kom maar. Kom maar los. Ja, Vader, ik hoor u. Op het woord trouw. Amen. En ik zie in de Bijbel de tekst Psalm 115 vers 1, waar staat niet ons
mijn true love heeft eerst. Om uw liefde en om uw trouw. Amen. Oh, wow. Thank you, Jesus. Wow, goed. Geweldig, zus. Mooi, hè? Heb jij nog wat? Jij, beurs, zus? Als je wat krijgt, moet je doorgeven, hè? Heb je wat? Ja? Nee, Jezus, doe jij? Jij moet mee? Amen. Hans, jij kent de mensen. Heb jij nog wat? Ja. Ja, ik was van de week was ik voor jou aan het bidden. En de Heer die zegt, zei tegen mij, dat je iets nieuws in jou aan het poten was geweest. Een boompje. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. En ik zie jou, in de laatste tijd heb ik jou gezien geestelijk gaan groeien. En in dat de negativiteit, dat die bij jou weggaat. En ik zie genezing. Mooi. Genezing van geest, ziel en lichaam. En ik verbreek de angst die nog in jou zit. Die verbreek ik nu in de naam van Jezus. Want het is geen angst van de duivel probeert je angstig te maken. Ja, dat is ook zo, want dat anders zie ik ook. Maar de Heer die heeft jou vrijgezet in de naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Wedergeboorte. Ik zie opnieuw een wedergeboorte. Ja. Dat zie ik. Ik zie alle stof naar het verleden. Yes. Zie ik wegwaaien. Ja. En ik zie een nieuwe familie opstaan. Wow. En de volle krachten. Je hebt nou een hele mooie rode jas aan, maar ik zie jou in een roze jurk. Wow. Ik zie jou in een roze jurk, zie ik jou dansen. Ja. Wow. In een prinsessenjurk. Ja. Ja. Met een enorme kroon op. Ja. En ik zie vrijheid, zie ik. Oh, enorm. Amen. Ja, dat komt. Halleluja. Amen. Laten we God een applaus geven. Wow. Jezus. Amazing. Wauw. Mooi, hè?